Goedemiddag jongens, het is letterlijk de middag. Ik ben vanochtend een paar keer heel vroeg wakker geweest. En ik was moe, dus ik ging weer terug slapen. Wat gebeurde er nou? Ik werd om 11:45 mijn moeder wakker gebeld. Ja, 11:45. Oh jeetje, maar in ieder geval ben ik nu wel, ik ben niet moe meer ofzo nu. Dus dat is wel mooi. Nou, let's begin with an outfit of the day. Ik begin met een topje, of een shirtje van Engeland. Ik weet alleen niet waar die van komt. Volgens mij komt deze bij de Miss Ethan zie ik hier op het labeltje staan. Broek komt bij de Primark vandaan, grijze broek. En dan deze schoenen, die komen bij de Bristol vandaan. En verder zijn er gewoon wat simpele sieraden. Deze komt bij de broekhuizen vandaan. Dit sterretje. Ik blijf hem echt zo leuk vinden. Dus ja, ik ga zeg maar ontbijten / lunchen. En ja, dan zie ik jullie zo. Hallo jongens. Nou, we staan even bij de benzinepomp omdat mijn moeder moet tanken. En ook moet ze zo even boodschap halen. En ja, dus dat gaan we zo doen even. Daarna ga ik waarschijnlijk aan mijn opa en oma een nieuw bed kopen. En hopelijk slaap ik daar vanavond ook gelijk in. En misschien zien jullie misschien wat anders aan me. Ik heb namelijk geen bril op. Ik kom er net achter. Ik liep buiten. Ik keek in de auto. In de bespiegeling van het raam. En toen zag ik dat ik geen bril op had. Had ik dus helemaal niet door. Dus ja. Dus ja, ik ga zijn boodschappen doen en dat ik thuis kom mijn bril opdoen, want ik weet niet, maar ik heb het gewoon nooit door als ik geen bril op heb. En dan lag dit op een ander plekje, dus ja, had ik het helemaal niet door. Deze ouders zijn ook lekker moeilijk te doen. Dus ja, ik ga even boodschappen doen. En dan zie ik jullie zo. Hey jongens. Zoals jullie gezien hebben, ben ik lekker bij shop met mijn oma. Ik heb ook gelijk het moederdag cadeautje voor mijn moeder gekocht. Hij is ingepakt. Dus ik zal hem of vanavond of morgen even laten zien op internet. Verder heb ik een leuk shirtje gekocht. En nieuwe oorbellen. Onder andere deze. Ik vind het super schattig. Een heel kaartje met allerlei oorbellen bij de Claire's. Deze armband heb ik van mijn oma gekregen. Even goed draaien. Ja. Ik vind deze armband super schattig, jongens. Het is een riempje. Maar daar een armbandvorm. Super schattig. En ja, ik ben nu lekker eten aan het maken voor vanavond. Eten bij mijn opa en oma. En ik ga vanavond weer naar huis toe, denk ik. Denk het wel. Dus ja, ik ga even lekker verder met koken. En dan zie ik jullie zo. In tijden. Hey jongens, en ik ben weer thuis zoals jullie kunnen zien. Ik heb net natuurlijk, ik ben een kwartier voor 8:00 weggegaan. Ik ben 7:45 naar huis gegaan. Om toch samen met mijn ouders 2 minuten stilte te houden voor alle mensen die zijn omgekomen bij in de oorlog. Wat natuurlijk onwijs erg is. Ik vind het in ieder geval super, super erg. En ik hou graag 2 minuten stilte voor die mensen om ze te herdenken. Dat die mensen hebben meegemaakt is absoluut niet
leuk of iets. En om daarmee niet in de stemming te blijven, is... Ik ga nu de film Boy in the Striped Pyjama's kijken. Het gaat over een jongen die in de kamp zit. En een jongen die buiten het kamp zit en daar leeft. En ik weet niet precies waar de film over gaat. Dus ja, die ga ik nu kijken. Hij begint nu zo te zien... Ze zeggen dat het een onwijs erg film is en dat je ook heel grappig gaat huilen. Dus ja, we zullen zien. Nou jongens, ik heb het eerste deel gezien van de film. Er is nu even reclame, maar serieus, in het eerste deel gebeurt er niet heel veel. Maar het is heftig. Het gaat over een jongen die woont in Engeland met zijn ouders. Die verhuist. Naar waar, weet ik eigenlijk niet echt. En hij wil totaal niet verhuizen. Hij moet zijn vrienden en alles achterlaten. Zijn moeder zegt dat hij daar heus nieuwe vrienden zal krijgen. Dus ze verhuizen. En hij gaat het huis rondkijken. Hij gaat zijn kamer in en kijkt uit zijn raam. En uit zijn raam ziet hij concentratiekamp. Hij denkt dat het een boerderij is met kinderen. Maar ook ziet die jongen Bruno. Die mensen, die kinderen in... pyjama's lopen. Dat is natuurlijk hartstikke logisch, omdat het is een concentratiekamp, maar hij weet dat niet. Zijn vader zit in het leger en weet dat dus. En is daar ook eigenlijk compleet op tegen. Hij wil die mensen gewoon opruimen, eerlijk gezegd. En dat weet Bruno niet. Bruno weet dat zijn vader soldaat is, maar dat is alles. Meer weet hij niet. En hij vroeg net aan zijn vader en moeder van, pap, mam, het is toch een boerderij met kinderen? Dat is het niet, maar zijn ouders houden zich voor dat het wel zo is. Dus ik vind sowieso het eerste deel al heel erg zielig. En er zit hier een kat op schoot. Loop eens door. Dus ik vind het wel heel heftig. En deze houdt niet op. Wat doe je? Wat doe je nou? Gekkie, kom dan. Dus jongens, ik ga zo het tweede deel kijken. En dan spreek ik jullie daarna weer. En ook het tweede deel zit er niet op, jongens. Hij is echt heftig. Ik vind hem echt ontzettend heftig. Jongens, als jullie de film nog niet gezien hebben, serieus, ga hem echt kijken. Hij is echt heel erg heftig. Hij mag van zijn moeder niet in de achtertuin komen, omdat hij daardoor... waarom weet ik eigenlijk niet, maar hij mag niet in de achtertuin komen. Hij is toch de achtertuin ingesneakt. Daardoor is hij via een schuurruimpje naar buiten gekomen. Is hij door het bos in rechtpad naar voren gelopen. En daardoor kwam hij bij het concentratiekamp waar hij een jongetje ontmoette. En dat jongetje heeft geen eten, helemaal niks. Ik wil niet te veel vertellen zodat jullie de film zelf ook moeten kijken. Maar hij is echt ontzettend heftig. Niet normaal erg. Maar het nadeel is dat hij niet mag weten wat dat is. En hij denkt dus dat het gewoon een boerderij is. Dat hij heel veel vrienden heeft. Maar dat heeft het jongetje helemaal niet. Hij zit daar gewoon in een concentratiekamp. Eerlijk gezegd vind ik zulke dingen altijd heel interessant. Maar ik vind dit onwijs heftig. Echt. Jeetje. Dus ik ga zo het derde deel kijken. Omdat er natuurlijk ook reclames te zitten. Ik ga zo het derde deel kijken. En dan zie ik jullie daarna weer. Jeetje jongens. Dat was die film heftig zeg. Oh jeetje. Ik wil je niet zeggen wat er tussen is gebeurd. Maar hij is dus... Hij moest verhuizen. Weer verhuizen en hij moest weg bij de jongen. Dat wilde niet. De jongen heeft een pyjama geregeld. Hij heeft een gat gegraven, is dat kamp ingegaan, niet wetend dat je daar gewoon dood ging. Dat je er vergast werd. Ze moesten dus in zo'n gaskamer in. Ze moesten zich omkleden, ze moesten zijn gaskamer in. En dan kunnen jullie denk ik zelf maar invullen.
En vanaf dat is het ook gewoon precies het einde. Jeetje. Dit is echt, echt ontzettend heftig. Wauw. Ik heb zelfs gewoon nog steeds tranen in mijn ogen. Wauw. Eerlijk gezegd, ik ben denk ik een van de weinigen, maar ik huil niet heel groot bij een film. Maar dit vond ik wel echt even, dus ja, het raakte me heel erg. Oeh. Nee, dat was niet fijn. Maar ja, ik ga even wat vlogs kijken. Want ja, dat moet nog wel. Ik heb een aantal gemist. En daarna ga ik lekker slapen, jongens. So I want to say one thing. Give it a thumbs up. And see you guys not tomorrow, but the day after. Bye, guys.